welkom in de transmissie met de groene vlam, waarbij dat we met de eerste en tweede chakra gaan werken. Angsten en trauma's zijn de oorzaken van de obstakels die we ervaren. Ze liggen aan de wortel waardoor we onze dromen en verlangens niet lijken te kunnen realiseren. Omdat je krachtiger bent dan welke trigger dan ook, heb ik deze transmissie gechanneld. Zodat je leert dat je via jouw energie en een samenwerking met de vlammen opnieuw controle krijgt over die angsten en de trauma's die je ervaren hebt en die in je onderste twee chakras vastzitten. Het maakt niet uit of de angst of het trauma is ontstaan door een ervaring in dit leven of in een vorig leven. Je hoeft zelfs niet te weten of het effectief een ervaring was die de oorsprong was of enkel iets dat bestaat op niveau van je gedachten. Wanneer je klaar voor bent om deze overdracht te ontvangen, dan kan je gaan liggen. In principe kan je ook gaan zitten, maar voor deze transmissie is het aangeraden om te gaan liggen op een comfortabele, rustige plek. Sluit je ogen wanneer je klaar voor bent en adem richting je buik. Bij elke ademhaling laat je stress en spanning los en adem je ontspanning en rust in. Laat je voeten uit elkaar vallen, zodat ze een V vormen. En je armen liggen ontspannen naast je lichaam, met de handpalmen open naar boven, gericht. Laat alle afspraken van vandaag, alle zorgen, alle to-do's los. En zak bij elke ademhaling nog dieper in de ontspanning en in de rust. Voel hoe de energie door je armen en benen stroomt. En laat alles wat je niet meer nodig hebt, wegstromen via jouw benen naar de aarde. Adem in en laat je buik boller worden. Adem uit via je mond. En doe dit zodat je in vier tellen inademt. Hou dan even je adem vast gedurende 4 tellen en blaas vervolgens zachtjes hoorbaar in 4 tellen weer uit. Ik vraag assistentie van je hogere zelf en je gidsen om jou bij te staan bij deze transitie. Geef toestemming zodat ze jouw energieveld kunnen betreden. Aartsengel Metatron is aanwezig als aartsengel die het dichtste binnen bron staat en verbonden is met het Christusbewustzijn, het hogere eenheidsbewustzijn. Visualiseer hoe aartsengel Metatron je grondingscode optimaliseert en aanpast aan je huidige energie. Op dit ogenblik zijn er 5 grondingscoden actief. 2 vertrekken vanuit je voetchakras, onderaan je voeten, naar de kristallen kern van de aarde. 1 vertrekt vanuit je basischakra, dat is de hoogte van je stuit. En 1 verbindt je hartchakra met de kern van de aarde. Een 5e vertrekt vanuit je pijnappelklier, ook helemaal vanuit het midden van je hoofd naar de kern van de aarde. Voor deze transmissie activeren we extra grondingscode via je handchakras en nog een extra via je medulla chakra. Het medulla chakra is de chakra op het zachte plekje aan de achterkant van je hoofd. En dat is ook de energiepoort waardoor je informatie vanuit andere dimensies ontvangt. De reden dat we ook een grondingscode aanbrengen via het medulla chakra is om je goed te gronden met de diamanten kern van de aarde, zodat je enkel nog zuivere informatie zou absorberen en ontvangen. Aartsengel Metatron brengt die chakras op één lijn en optimaliseert waar nodig. De chakras die te veel openstaan worden kleiner, de chakras die gesloten zijn of te weinig voeding krijgen worden geopend. Ik vraag aartsengel Metatron om niet alleen de 7 hoofdchakras te transformeren naar optimaal, ook de 5 nieuwe hogere chakras worden geactiveerd en getransformeerd.
Het kan zijn dat er nog meer chakras geactiveerd worden, maar daar hoef je je geen zorgen over te maken. Alles gebeurt automatisch. Blijf rustig in- en uitademen, terwijl aardsengel Metatron jouw energieveld aanpast. Voor deze transmissie doen we ook beroep op de energie van aartsengel Raphaël en de groene vlam. Ook meester Hilarion en moeder Maria zijn aanwezig tijdens deze diepe healing, gezien zij eveneens verbonden zijn met die groene vlam. Het manifesteren van je leven is verbonden met de groene vlam, omdat de mate waarin jij je kan manifesteren en je naar je toe magnetiseren, bepaald wordt door jouw unieke frequentie. Het is belangrijk te begrijpen wanneer je met de vlam van genezing, dus de groene vlam, werkt, dat bijna alle gezondheidsproblemen, ongeacht de vorm of de naam die eraan gegeven wordt, worden veroorzaakt door een gebrek aan harmonie, onevenwichtigheden en een disbalans in het emotionele lichaam. En daarom is manifestatie verbonden met je eigen spirituele groei, omdat het noodzakelijk is om alle lichtlichamen te genezen. Nu je dat weet, visualiseer dan hoe de groene vlam uit het universum verschijnt als een groene straal. De straal komt naar je toe en verandert in een groene vlam net voor je. Deze transmissie is specifiek bedoeld om angsten en blokkades te transformeren in de onderste twee chakras. Deze energiepunten zijn het meest verbonden met de 3D-realiteit. En hierdoor zijn deze chakras bij de meesten als het ware verstopt. Ook al stroomt er wellicht wel energie doorheen, ze zijn niet volledig zuiver, waardoor er nog te veel kracht aan materie gegeven wordt. De veiligheid vanuit de materiële wereld heeft nog te veel controle over jouw leven, waardoor je stress en onzekerheid ervaart. En ook in het tweede chakra, ter hoogte van je sacrum, liggen nog voorouderlijke patronen. Veel oude emoties en hartverscheurende pijnen werden immers opgeslagen in de voortplantingsorganen. Hierdoor zijn we vergeten dat de tweede chakra een krachtige vortex is voor het vormgeven van ons leven. De verbinding met onze ziel en hiermee met onze creativiteit is beperkt of zelfs volledig verdwenen. Deze transmissie helpt je hier verlichting te brengen. Met je handen vorm je een vortex ter hoogte van je sacrum. Om dat te doen, leg je jouw handen onder je rug, met je handpalmen weg van je lichaam. Je handen vormen een driehoek, zodanig dat je duimen tegen elkaar komen en je wijsvingers naar elkaar wijzen, dus ook tegen elkaar komen. Je wijsvingers wijzen naar je billen, en komen net aan het einde van je steuntje, van je staartebeen. Zo omvat de driehoek, de vortex, je sacrum en tweede chakra en maakt via je vingers verbinding met je eerste chakra. Hiervoor worden de energetische punten van je vingers aangesproken. Geef toestemming aan de groene vlam om binnen de driehoek te circuleren. En je ziet hoe de groene vlam geabsorbeerd wordt in de vortex van de driehoek. De energie, de groene energie, draait van links naar rechts en gaat telkens sneller naarmate je dieper je lichaam binnendringt. Het kan zijn dat je tintelingen voelt en blijf rustig in- en uitademen. Vervolgens zie je een driehoek ontstaan net waar je handen zijn. De groene vlam neemt de vorm van je handen over en creëert een groene vortexvlam ter hoogte van je sacrum. De groene vlam blijft actief zolang de heling nodig is. En deze vortex is zo geprogrammeerd dat het een toegangspoort blijft voor heling in de onderste twee chakras.
Wanneer je dat dus wenst, kan je de vortex elk moment opnieuw activeren, van zodra je die intentie zet. Aan de onderkant van de driehoek, ter hoogte van het punt waar je wijsvingers samenkomen, ontstaat er een groene slang, zoals je kent van de Kundalini. Deze slang stroomt uit de driehoek via de punt naar het punt van je staartbeen en stroomt zo door naar je wervelkolom. Om healing te brengen in volledig fysieke lichaam, maar vooral specifiek in je botten. Zie hoe die groene slang via je wervelkolom doorheen je volledige lichaam gaat en jouw krachten krachtiger maakt. Het hield wat nodig is en transmuteert wat vastzit als oud cellulair geheugen. Het transformeert je DNA en muteert naar het hogere bewustzijn. Laat alles los en stuur alle losgekomen schaduwen, energieën. Stuur die via je voetchakras en de grondingskoren terug naar de aarde. En laat die groene slang heen en weer gaan. Telkens vertrekkende vanuit de vortex, ter hoogte van je sacrum, via je steuntje je staartbeen, helemaal omhoog via je wervelkolom, tot aan de achterkant van je hoofd. Daar laat je de groene vlam, ter hoogte van je medulla chakra, even naar buiten stralen, zodat alle ballast in deze chakra gezuiverd wordt. Eenmaal dat gebeurd is, laat je vervolgens die groene slang verder tot aan je hoofdchakra gaan. En je kroonchakra, helemaal boven aan je hoofd. En ook hier laat je die groene vlam naar buiten stralen, het universum en je antakarana in. Dat zijn de verbindingen met de hogere realms. Ik vraag je gidsen om je antakarana aan te passen en te optimaliseren waar nodig. Laat vervolgens de groene slang naar je voorhoofd en daar de oog gaan. Via je keelchakra naar je hartchakra. En laat hem verder zakken via je zonnevlecht om tot slot te eindigen in je sacraal chakra. Aan de voorkant waar je aan de achterkant die vortex hebt. Laat de vlam rusten ongeveer 1 centimeter achter je navel. De vlam is daar beschikbaar wanneer je het nodig hebt. Tot slot roep ik de roze vlam aan en geef toestemming om via je hartchakra je lichtlichaam binnen te komen. De roze vlam vult alle leegtes en die vrijgekomen zijn in doorheen de healing. Laat de roze vlam vervolgens tot rust komen in je hartchakra en laat ze daar verbinden met de blauwe roos van onvoorwaardelijke liefde. De verbinding met je diepste zelf is er altijd voor jou. Innerlijke rust en vrijheid is je geboorterecht. Wees je bewust van de eenheid in jezelf en in je hart. Zie je leven vanuit de ogen in je hart, spreek vanuit je hart en leef vanuit je hart. Alle lichtwezens verlaten je energieveld. Je grondingskoorden worden aangepast en geoptimaliseerd. Je energieveld beschermd en geoptimaliseerd.
Zeg 3 maal, ik ben gevolgd door je naam. En kom dan volledig terug in het hier en nu. Terug in de ruimte waar je zit. Open je ogen wanneer je er klaar voor bent. En uit dankbaarheid voor deze transitie. Stuur licht en liefde naar de aarde en licht wezens die bij stonden. Geniet nog van het vredige gevoel. Je bent geliefd. Namaste.